Ja, we gaan zo een excuusje horen. Ja, een heel stevig excuusje. Ja, ga de hele grote wereldkampioenschappen door het stof. Die gaan wij zien bij Vandaag Insight. Ja, die redactie, die heeft zich even vergalopeerd. Ja, die hebben even een behoorlijke fout gemaakt. En ja, wat die hebben gezegd. Die mensen die daar waren bij de wedstrijd Nederland-Oostenrijk, die hebben gezongen van: en wie niet springt, en wie niet springt, die is een Jood. En dat hebben die mensen helemaal niet gezongen. Nee, want als je dat inderdaad gezongen zou hebben, dan zou dat heel erg zijn. Zeker daar in Berlijn en met de hele geschiedenis, met de nazi's en noem het maar op. Dus wat gebeurde er daar aan die tafel bij Vandaag Insight? Ja, die Derksen die vloog er natuurlijk volop. En die ging daar eens eventjes al die duizenden en duizenden oranje supporters afzeiken. En dan ging die vrolijke baas, die Dijkshoorn, die ging daar zo ook nog even vrolijk aan meedoen. Want die weet ook niet beter in zijn leven dan afzeiken. Dus ja, nou zeg. En dat zijn hun kijkers, hè. Dat zijn de kijkers van Vandaag in je site. En die gaan ze daar volop aanpakken. Maar helemaal daarnaast. Want ze hebben dat helemaal niet gezongen. Ze hebben gezongen daar. En dat lieten ze ook zien met filmpjes. Op YouTube en weet ik veel wat. Ze hebben daar gezongen. En wie niet springt. En wie niet springt komt uit Tirol. Die komt uit Tirol. Dat hebben ze daar gezongen. Ja, in het stadion. En ook daarbuiten. Ja, dus. We gaan grote excuses krijgen. Ja, ja, ja. Heel veel buigen. En heel veel sorry. Heel veel sorry. En terecht.